tafel is gedekt. Alsjeblieft. Lieverd, je moet doen wat je zelf het beste vindt. Hè? Ik steun je sowieso. Ik had gewoon nooit gedacht dat ik nog voor dat probleem zou komen te staan. We waren klaar met elkaar. Ik vrees dat ouders nooit klaar zijn met hun kinderen. Dat is ook niet met elkaar. Maar ik wil die man niet in mijn leven. Ja, het gaat nu om Sam erover. Niet om jou. Ja, soms moet je dingen doen die niet zo leuk zijn, maar wat wel beter is voor de kinderen. De kinderen gaan altijd voor. Jij weet het wel heel goed voor mij, hè? Ik heb jou verteld over Tim en mij, hoe dat gegaan is, toch? Daarom kan ik wel een beetje met Bill meevoelen. Het is ontzettend moeilijk zo'n relatie op te bouwen. Dat is toch heel wat anders. Jullie kenden elkaar niet. Jullie konden vanaf nul beginnen. Ja, denk je dat dat makkelijk was? Tim is een hele tijd woedend op me geweest. Ja, logisch. Je hebt zijn moeder laten zitten. Ja, dat is ook een hele strijd geweest. Maar toen we elkaar uiteindelijk gevonden hebben, was hij er heel blij mee. Dat weet ik zeker. Maar Tim haatte jou niet. Ja, maar Rover en Sam haatte Bill ook niet. Ook hij heeft veel fout gedaan, dat verwijten ze hem terecht, maar er speelt meer. Ze voelen zich weggezet, ze voelen zich niet gezien. En ze hebben gezien hoe Bill jou gekwetst heeft. Dus ze zijn loyaal aan jou. En dat hij hier nu is, ja, dat zorgt er niet alleen voor dat ze boos zijn, maar dat creëert ook verwarring. Bill is hier nu eenmaal. Het is hun vader. En ik denk dat het beste is dat ze de strijd met hem aangaan. Wat er ook uitkomt. Jongens, eten is er!